het enkele feit dat criminelen in hotels terechtkomen op kosten van de belastingbetaler, dan wel mensen met een probleem in een hotel, dat is gewoon niet uit te leggen en dat moet anders. De 19-jarige moordverdachte uit Heemskerk sliep op kosten van de gemeente in NH Hotel Marquette. Ook jongeren uit Beverwijk worden opgevangen in hotels. VVD Beverwijk heeft vragen gesteld. Je voelt je daardoor gewoon niet veilig. Niet veilig op straat. En veiligheid is gewoon belangrijk. En niet alleen de veiligheid van ons, maar van de hoteleigenaren, van de medewerkers, maar ook de gasten. Als blijkt dat iemand daar wordt opgesloten of komt te slapen, ja, ik zou dat ook niet prettig vinden. En het is hier al sowieso heel erg verlaten. Ja, dat is gewoon niet prettig en dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon niet. Veel Heemskerkers zijn het niet eens met het beleid van de gemeentes. Ik vind het geen goed idee om dat in zo'n entourage deze mensen neer te zetten. Nee, ik vind het niet kunnen. Nou, het lijkt me een beetje prijzig voor zo'n kamer. Waarom stoppen ze niet in een politiebureau? Daar horen ze dan toch? Als ze iets ondeugends gedaan hebben, dan horen ze niet in een hotel te zitten. De gemeente Haarlem is opdrachtgever voor de opvang van deze jongeren in de regio. In een reactie laat de gemeente weten: het beleid is dat een jongere van 19 jaar, die aangeeft werkelijk nergens terecht te kunnen voor de nacht, niet aan zijn of haar lot wordt overgelaten. NH Hotel Marquette kon niet voor camera reageren.